Deze koffer stond bij mama boven, toch? Ja. Dan moet ik een beetje... Wacht, die loopt dus daar aan, hè? Ja, zag het. Auw. Ja, dat heb ik ook al gehad straks. Ik heb een knelblaar. Deze koffer moet ook altijd goed. Nou, pak jij even aan. Oh, wat leuk, jongens. Ja, maar mama staat er natuurlijk ook vaak op. Heftige veranderingen in gedrag en vaak ook onvoorspelbaar. De veranderende persoonlijkheid van mijn ex-vrouw Henny, de moeder van onze dochters Marijke en Janneke, riep vragen op. Maar van FTD, frontotemporale dementie, had ik nog nooit gehoord. Hé, en waar is mijn boek? Ja, van jou hebben we nieuwe foto's gemaakt, Jan. Ja, toen was mama dus, toen ze mij kreeg, was ze 27. Ja, ik was ook, toen ik mensen kreeg, ook 27. Ja? Nou, ik weet nog dat we voor het eerst hoorden over de diagnose FTD, frontotemporale dementie. En dat ik 's avonds in bed lag en ik appte dat aan een collega-psycholoog. En zij zei, oh joh, maar maak je dan niet druk over erfelijkheid? Dat ik dacht, erfelijkheid, oh ja, dat hoort er ook nog bij. Maar goed, meteen ook weer weg, want we wisten het nog niet. Wanneer was dat? Dat FTD, zeg maar, dat weet ik helemaal niet meer. Ja, ik denk halverwege 2019. Ja, precies. Toen opende de Jamin invulp. De variant van FTD waarin Henny leed, zou erfelijk kunnen zijn. En in dat geval lopen mijn dochters dus ieder een risico van maar liefst 50% ook belast te zijn met deze verschrikkelijke vorm van vroege dementie. Jongens, ja. Wanneer is dat? Reken eens uit. Nou ja, als je jullie leeftijden ziet. Kijk, mijn voortanden liggen eruit. Ja, dat. Marijke en Janneke gaan een traject in met mogelijk een verdrietige en heftige uitkomst. Wij zijn Marijke en Janneke. En wij zitten nu achter de computer na te denken over een documentaire. Over het proces waar we ingaan. Gaande over erfelijkheidsonderzoek naar vroege dementie. En hierbij vraag ik ook patent aan op de naam. Breinsussen. Sussen. Wij hopen namelijk dat ons brein gesust wordt. En dat er niks aan de hand is. En dat wij gewoon nog lang en gelukkig leven. Maar goed, het zou ook anders kunnen gaan. Eigenlijk was het volgens mij wel meteen heel duidelijk dat we dit wilden weten. Ja. Dat je anders jezelf toch ook wel gek maakt. Of, Ja, en als ik 20 nog zou zijn, dan zou ik het niet willen weten. Want wat moet je met die kennis op je 20ste? Want je hoeft dan ook nog niet zorgen te maken dat het zich gaat openbaren dan al. Maar ik ben nu 40, nu zou het kunnen ontstaan. Nou, ik laat de havermout aanbranden en ik denk dat ik FTD heb. Ik kom niet op woorden. Ik ben heel achterdochtig naar mezelf de hele tijd. Ik zit met die kinderen in de auto en denk, kan ik eigenlijk nog wel auto rijden? Dus het is een heel... Dan wil je het gewoon weten. Ja, toen ze dus 43 was, wilde ze scheiden van jou. Ja. Ja, is dat ziek of is dat niet ziek? Proost op een nieuw huis. Oh ja, maar dat proost papa dus mee, hè? Maar we hebben er verhuisd met z'n drietjes. Ja. En altijd een team gebleven, ja, eigenlijk, ja. In het kerngezin waren we met z'n tweeën. Toen mijn ouders gingen scheiden, toen was ik 16, Janneke 14... Toen ben ik bij mijn vader blijven wonen. Janneke is bij mama gaan wonen. Mijn zus die koos meteen voor mijn vader. Ik heb dat daardoor nooit als keuze gevoeld om met mijn moeder mee te gaan. Want mijn moeder was een emotionele vrouw. Dus voor veiligheid en ankers. Ik denk dat ik daarom voor mijn vader wilde kiezen. In mijn puberteit, nou ja, nu met de wetenschap, natuurlijk met die FTD. Maar liet het steeds meer afweten. Grenzeloze puberteit heb ik eigenlijk gehad. Alles mocht, alles kon. En dat vonden mijn vrienden fantastisch. Ik merkte toen eigenlijk al, dat is niet fantastisch. Ik pakte de auto in. Ja, jij deed die pukkel op de auto. Oh, dat is de verhuizing. Oh, kijk, die zooi. Ja, Ze is nog een jaar getrouwd geweest. Ze kreeg alimentatie van mijn vader. Ze had een koopwoning. Ze had een 40-urige werkbaan. En dat ging allemaal weg, heel langzaam. Het geld raakte op. Ze kon geen werk meer vinden. Ze dronk veel.
Ze ging uiteindelijk naar de voedselbank. Dus ook haar hele... Alles zakte in. En ook haar geest. Maar goed, dan kan je dat ook het een en het ander verwijten. Want als je de boel niet meer op orde krijgt... Ja, dan denk je denkt dan niet... Dan denk je meer aan de psychiatrie wel. Kijk eens maar. Ja, en zo was het dus. Hè. Zo'n troep hadden we. Ja, niet alleen in de tent, hè? Nee. Die chaos, dat had ze altijd wel. Hè? Dat zie ik nu, maar daar had ik toen geen last van. Ik zou er nu ook geen last van hebben. Zoals mijn tent ook. Nee. Nou, wat volgens mij vooral verwarrend is, dat bij FTD raak je overzicht ook kwijt en kan je de boel niet meer. En toch, dan ben je wat je ook rommelig. En dat had mama natuurlijk al als karaktereigenschap. Ja. Daardoor is het vaag. Ja, en is het moeilijk te... Ja. Het is een gedragsverandering en een persoonlijkheidsverandering die doorgaat in wat je al bent, hè? Ja. Omdat ik op mijn moeder lijk, ben ik wel bezig met... Ik heb bijna een soort van zekerheid al dat ik drager ben. En ben ik daar dus ook al wel over aan het fantaseren hoe dat dan is. En wat ik dan dus moet gaan doen. En wat ik dus ga missen ook. Ik weet niet wat dat is voor mij, waarom ik dat zo doe. Ik denk toch dat het komt omdat ik op haar lijk. Ja, dat ik daarom denk dat ik het eerder heb dan Janneke. Leuk. Maar mama verzette zich ook graag, hè? Autoriteit en was het nou toen al een beetje een aparte? Die dingen waren al wel al apart, hè? Ja. Oh ja, hier waren we ouder. Kijk, dit is echt mama, hè? Zo ben ik, zie? Dit is Eurocamp, hier. Ja, Marijke gaat het ook echt veel meer aan. Ik ga dingen niet zo snel aan. Zeker niet als het nog niet zo nodig is. En het is ook angst, denk ik, ja. Want ik kan het soms wel heel erg even voelen als ik met Ebbe bezig ben en met dat verzorgen. Dan kom ik soms heel even van, god, stel nou dat. Dan ben ik over 2 jaar misschien al aan de beurt. Als het heel progressief is, dan gaat hij mij niet leren kennen. Maar weet, bij mama was het ook wel, het was niet dat het op de 40ste helemaal klaar was met mama. Kijk, en hier is ze zo liefdevol. Dit vind ik echt een troostende foto, hè? Zo heeft zij ons dus opgevoed. Ja. Heel innig, hè? Ja. Jij kijkt alsof je moet poepen. Wat wij natuurlijk met onze moeder meegemaakt hebben, dat ze... Nou ja, niet belde, onze verjaardagen vergat, voelde verwaarlozend. Ja. En zei, mam, je mag best wel vragen hoe het gaat. Dat is echt niet zo'n bemoeierige vraag. Het ging steeds slechter met mijn ex-vrouw Henny. Ze takelde snel verder af en verloor het contact met wat er speelt in de familie en daarbuiten. Ze belandt in een verpleeghuis. Ja, en er is wel gezegd in het verpleeghuis. Met haar intelligentie heeft ze een heleboel gecompenseerd. Ik denk dat we dat merkten. Dus ze had door, oké, ik moet vragen hoe gaat het. Oké, ik moet al mijn mails nalezen voordat ik ze verstuur. Dat had ze nog bij een psycholoog geleerd. Ik word nu oma, dus ik moet oma zijn. En bij een oma zijn hoort dit en dit en dit. Terwijl ze dus niet meer voelde. En dat komt dus door dat brein, weten we nu. Maar we zijn wel boos geweest, ja. Boos en verdrietig. En... Ja, en bang ook. Ik durfde het niet aan te gaan. Ik ging met mensen hartje winter naar buiten... omdat ik het gevoel had dat ze op mijn voor mijn deur kon staan. Pas na haar dood wordt duidelijk dat Henny leed aan FTD... waarbij de afwijkingen in haar brein kunnen wijzen op een erfelijke variant... die zit op het gen met de ingewikkelde naam C9-ORF-72. Marijke en Janneke willen weten of ze drager zijn. Ook omdat de ziekte zich al kan openbaren vanaf je 40ste. Hoe is het voor u dat uw dochters dan nu dat traject ingaan? Je bedoelt dat onderzoek met wat daaruit kan komen. Ja, doodeng. Ik denk er bijna niet aan. Soms droom je ervan en dan zit het in je als je wakker wordt en dan is het moeilijk het weg te krijgen. Ja. Ja. Maar ja, we weten het ook niet. Misschien is er niks aan de hand, maar misschien is er ook alles aan de hand. We weten het niet. En, als ik aan het moment denk, dan vind ik het wel moeilijk, ja. Maar dan houden we elkaar vast. Ja. Hm? Ja. Ja. Nou ja, daarom hebben we het er dus niet zoveel over. Daarom is wat we nu doen wel goed, dat... Dat maakt dat het aan de orde komt. En,
En dat het een functie krijgt, hè? Wat het ook is. Ja. Ga jij... Oh jongens, wat lekker. Ik heb een boel van haar georven. Maar dat ik ook dus iets kon erven wat haar zo ziek maakte. Dat is eigenlijk pas... Nou, dat is misschien nu een paar maanden is dat, ja. Wordt dat... Het wordt eigenlijk elke dag concreter. Elke dag realiseer ik me meer... Oh jee, ja, dat kan dus. Dat ik ook nu, binnen nu en een paar jaar, zo slecht word. Nou ja, dus dat is een angst. Dat ik binnen een paar jaar niet meer voor mijn kinderen kan zorgen. Gaan we de wolken niet aanraken? Nee. Gaan we de wolken niet aanraken? Janneke is... Zij is me voorgegaan in het moederschap. Dus ik heb haar adviezen gevraagd toen ik die kleine kinderen kreeg. En zij heeft wel... Ik heb eind 2013 een hartstilstand gehad. Op straat. Het heeft onze band wel intensiever gemaakt. Dus elke ochtend voor 10 uur moeten wij samen met mijn vader... laten we aan elkaar weten of we wakker zijn geworden die ochtend. Ja, vrijdag de 13e december 2013 ben ik van mijn werk naar huis gefietst. En ben dus van mijn fiets gevallen met een hartstilstand. Ik ben gereanimeerd op straat. Toevallig was er iemand liep er langs die dat kon. Ja, 5 minuten eerder zat ik alleen op mijn werkkamer, was ik gewoon dood gegaan. 5 minuten later was ik thuis geweest. Alleen dood gegaan. Dus daar heb ik heel veel geluk gehad. Sinds die hartstilstand heb ik wel het gevoel dat dit een extra leven is. Want ik had daar dus ook dood kunnen gaan. En dan was het dat geweest. En nu heb ik dus nog extra tijd waarin ik godzijdank moeder ben geworden. Wat ik echt heel graag altijd heb gewild. En wat ik ook nu echt heel fijn vind om te zijn. Maar dit is wel een bonus. Ja. Dus dat maakt in het verhaal met die dementie ook wel een beetje zuur. Ik denk, gadverdamme, dat doet dat hart het. Ja, misschien heb ik ook al wel mijn kansen verspeeld. En valt het dubbeltje, want dat is het. En nu de andere kant op. Ik merk dat Marijke het heel anders beleeft dan ik. Marijke is natuurlijk ook wel de afgestudeerde psycholoog. Dus die gaat graag in. Die benoemt ook soms situaties die even zijn van... Goh, wat gebeurt hier nou? En ik ben altijd van... laat maar, we gaan door. Ik kan wel van alles gaan bedenken wat als. Maar dat is zo groot dat ik dat nog niet durf aan te raken. Hey, jongens, nog even voor de camera. Welk beddengoed willen jullie het allerliefst? Want morgen moeten jullie in je andere bed slapen. Voetbal? Ja, ik kan wel met mijn man gaan wat nou als. Hoe willen we dat dan? Maar volgens mij ga ik dat gesprek pas voeren als ik weet dat het nodig is. Maar ik is daar veel verder in. Wat doet het schaap? Kijk. Ja. En wat doet de koe? Ja, goed zo. Ik heb gisteren een testje gedaan op de site van Alzheimer Nederlands. Een geheugentest, maar er staan dus ook vragen in. Op namen niet komen of niet naar iemands naam luisteren als je hem de hand voor schudt. Nou ja, volgens mij hebben we dat allemaal wel een beetje, maar goed, dat is dus niet best. Links en rechts door elkaar halen. Nee, en ook dingen niet afmaken waar je mee begint. En dat heb ik heel erg vanochtend de pap laten aanbranden. Omdat ik opeens bedenk iets anders weer te gaan doen. Ik kom ook slecht op woorden. Maar goed, met 2 kleintjes slaap je ook minder. Dus het is misschien allemaal wat te verklaren. Maar ik vind het gewoon spannend. Het is eng. We horen over 2 maanden of mama drager is van dat C9 huppelepupgen. En... daarna gaan Janneke en ik de molen in. Ja, goed zo. Maar dan moet je eigenlijk hier. Wat is dit? Ja, goed zo. Eind 2018 werd er gewoon 6 uur gebeld. Ik heb ook sinds mijn rijkshartstilstand altijd mijn telefoon op aan. Ook 's nachts. Toen had ik de politie aan de lijn. En die zeiden, we hebben hier... een hele verwarde vrouw zitten en die doeverdans, jouw moeder. Politie ook, we willen graag dat je hierheen komt. Zat zij dus helemaal verward in de bus. En mama had echt geen idee. Dus ik heb haar meegenomen naar papa's huis.
Nou ja, haar knieën waren ontstoken van een val. Ze kon niks meer eigenlijk. Ze wist het niet meer. Het was zo slecht dat we dachten, en papa ook, wij kunnen niet voor haar gaan zorgen. Dit kan niet in mijn huis nu. Kan papa niet aan. Dus toen zijn we die dag erna gaan kijken of er opnamemogelijkheid was. En het is wonderbaarlijk die avond gelukt als zijnde crisisopvang. Dus het is heel snel gegaan. En het is ook sinds opname is ze als een vlammetje uitgegaan. Alsof ze alles kon loslaten sinds opname. Henny woonde maar 1 jaar in het verpleeghuis. Nadat haar persoonlijkheid veranderde, werd ook het motorische deel van haar hersenen aangetast. Op 67-jarige leeftijd stikte ze in het eten en overleed. Ja, er zijn 2 wegen. Hè? Je kunt, als je drager bent, je gezonde jaren leef je nog. En als dan de eerste symptomen, als die al zo helder zijn, verschijnen, kun je ziek gaan worden. Totdat je dus doodgaat. Ja, waaraan? Mijn moeder is gestikt. In een boterham. Ja, is dat dan wat je zo ingaat? Terwijl ze dus echt niet meer goed voor zichzelf kon zorgen. Wat heel erg schrijnende toestanden geeft. In zo'n verzorgingshuis met poep en plas en de hele rattenplan. Of zeg je nou, het begint, ik wil eruit, ik stop. Ja, dat die wegen er zijn en dat je daar een keuze in kan maken, dat vind ik ergens prettig. En maar wat de keuze zal zijn, dat dacht ik eerst. Ik dacht in het begin, maar dan stap ik eruit. Dat ga ik niet in. Maar ja, ik ben niet alleen. Dus ik heb ook een gezin. Dat is wel grappig, want ik belde net dat ik post van Alzheimer had, dan heb ik een keer zo'n broodje, kon je gratis, dat je dan laat zien dat je... Oh, je dementievriendelijk bent. Maar dan staat dus helemaal op de voorkant, 1 op de 3 vrouwen krijgt dementie, u misschien ook, en dan met een spiegeltje op die envelop ook. Zo van, kijk die maar eens goed. Dat is toch gek? Ja, dat is wel apart. Dat vond ik ook een beetje apart. Nou ja, maar het maakt wel, daarom ga je geld storten, omdat het dichtbij komt, ja. Toch? Ja. Nee, het is natuurlijk ook... Ik bedoel, wij zijn opeens ook met dementie bezig, omdat het opeens ook in ons leven is. Ja. Anders denk je, nou... Tante en mama gaan zo naar Amsterdam, met de auto. Wij gaan ook mee. Ja, maar het is eigenlijk een beetje saai, want we gaan dokters spreken. Die willen niet mee. Ja, weet je, dat is even leuk, maar dan gaan die dokters allemaal moeilijke dingen vertellen. Komt dit eruit? Ja. Ik denk dat het ook even helemaal niet leuk is, want ze hebben niet hun dokterspullen mee. We gaan alleen maar praten met ze. Ja. Het is wel grappig, dat het heet het zo uitstaat. En als je hier dan weer zo aan het lopen bent, dan denk je, gaat het hart in het keel zitten. Ja. Ja, dan is het zwaard van Damocles te weer. Ik denk dat we dus zo horen wat zij vinden in het hersenweefsel van mama. Ja. En dan gaan, als dat slecht nieuws is, gaan wij erin. Ja, maar ik voel echt eigenlijk 100% dat ik dit wil weten van mezelf. Ja, ik ook. Nee, ja, dat geldt dus niet. Nee. Mevrouw Loepen, hè, mevrouw Loepen. Ja. Komt u verder. Een spannende dag. Vandaag krijgen mijn dochters te horen of hun moeder drager was van de erfelijke vorm van FTD. Is dit het geval, dan lopen Janneke en Marijke dus ieder een groot risico om ook drager te zijn. Gaan we hier naar binnen? En bij je drager, dan heb je maar 10% kans niet ziek te worden. Jullie zijn hier om de uitslag te bespreken van jullie moeder. We hebben opnieuw laten kijken naar het hersenweefsel wat na haar overlijden is onderzocht. Mm-hmm. En daaruit werd gevonden dat er eigenlijk geen aanwijzingen zijn voor die erfelijke aanleg waar eerder over gesproken is. Oké. Dus dat hele C9-gen... Er zijn geen aanwijzingen voor een afwijking van het C9-ORF72-gen bij jullie moeder. En dat is op basis van het beeldmateriaal van haar brein. Hersenen, ja. Het is niet helemaal uitgesloten dat het toch iets erfelijks is. Die kans is wel klein als je kijkt naar de soort afwijkingen die onze neuropatholoog met veel verstand hiervan heeft gevonden. Is het een soort waarbij we meestal geen erfelijke oorzaak vinden.
Maar het zou nog wel kunnen. Dus we kunnen nog weer verder met het erfelijkheidsonderzoek. Maar dat hele C9-worf 72, dat mogen jullie vergeten. We gaan sparen weer. Hoe landt dat? Ja, het is een beetje wennen. Maar je bent toch al een soort van maanden bezig met... Nou, misschien duurt het leven niet meer zo lang. Je leeft toch een beetje met een soort van voorbehoud. Want 50% is gewoon wel veel. Ja. Dus dat dat nu wegvalt, het is niet zomaar weg, voel ik. Ik voel wel blijdschap, maar ik voel ook dat het nog even schakelen is naar... Ja, het doet ook iets met je toekomstperspectief weer even of zo. En dus dat is goed, maar het moet even weer dalen nog. Ja, want het is eigenlijk gewoon goed nieuws. Ja, we hebben heel goed nieuws. Ja. Ja, en ik vanochtend toen ik naar Utrecht reed, dacht ik, het neemt ook, vind ik, een beetje de plaats in van het rouwen bij mama. Je bent zo nu met jezelf bezig. Ja. Maar ik voel me ook wel verbonden met haar, omdat ik haar achterna had kunnen gaan. Zo, hè? Dus dat is ook wat iets wat mag... Meer begrip of zo. Ja. Nog meer met haar te doen. Even kijken, dan zit ik papa hier. Hallo. Hi. Hallo pap, wij zitten hier in het VU. Pap, we hebben heel goed nieuws. Ach, wat? Ja, er is geen sprake van een erfelijke belasting. Dat is de korte versie. Oh jongens, wat geweldig. Ja, hè? Ja. Hoe voelt dat? Ja, maar goed. Hoe voelt dat voor jou? Ja? Je bent dan niet van ons af. Nee. Gooi het de wereld in voor wie het weet. Ja, pap, je bent de eerste. Onze mannen zijn nog niet op de hoogte. Ja, nee, ik zal niks zeggen. Nee, dat willen we nog even een weekje. Geef een weekje uit, pap. Hallo. Hallo. Hey, we hebben dus bij rijden terug uit Amsterdam AMC. We rijden op de A2 en we zijn heel blij, want we hebben vandaag gehoord dat gen C9-ORF 72 helemaal niet aan de orde is bij mama. En dus ook niet bij ons. En dat die andere moeilijke genen, enge genen, ook niet aan de orde zijn. Dat kunnen ze zien op basis van het brein van mama. We ontspringen de dans en wij hoeven nog geen afscheid te nemen van het leven. En we worden niet ziek, althans niet die ziekte. We krijgen geen ATD waarschijnlijk. In ieder geval niet langs de gevreesde route. Dus wij zijn twee opgeluchte zussen en ons brein is gesust. Met Janneke Loepen. Hi, mijn Petra Koon, klinisch geneticus. Hi, goedemiddag. Hi, ik heb ook Marijke aan de lijn. Een onverwachte afspraak om even te bellen, want ik kreeg een onverwacht bericht deze week, wat dingen toch een beetje anders maakt dan het eerder was. Samenvattend, hè, we begonnen eigenlijk het hele verhaal met dat bij jullie moeder aanwijzingen werden gezien voordat er een C9 of 72 verandering zou kunnen zijn. Ja. Toen konden we dat in DNA wat uit weefsel is gehaald. Ik stevende af op een heerlijke kerstvakantie en toen werden we gebeld. En toen werd verteld dat het dus niet klopte. Dat ze het verkeerd hadden gezien. Om een lang verhaal kort te maken, is dat het weefselonderzoek toch wel degelijk die afwijkingen laat zien die kunnen passen bij een C9-ORF-afwijking. Oké. Okay. Oké. Ja, wat er mis is gegaan, is dat ze weefsel van mama hebben opgevraagd. Daar een DNA-test op hebben gedaan. Maar ze hebben die test gedaan alsof het bloed was. Maar het was weefsel. Dus die uitslag van die test is niet betrouwbaar. En dat weefsel, daar kan nu geen onderzoek meer gedaan worden. Dus waar wij dachten, hey, het zit dus niet in haar weefsel, niet in haar bloed. Dat weten we dus niet. Toen zijn ze nog een keer naar het borstweefsel gaan kijken. En dat bleek dus dat daar het verkeerde onderzoek op gedaan is. Heel vervelend. Het is een beetje dat alles wat net een beetje mis kon gaan, is hier misgegaan. We gaan gewoon heel hard ons best doen om het nu goed op te pakken en er zo duidelijk en zeker mogelijke uitslag in te gaan geven. Ik ben er wel verdrietig van, merk ik. Ja. Maar goed, ja, laten we het maar weer gewoon doen. Ja. Heb ook niet veel keus. Nee.
Nee. Ja. Het is heftig nu, omdat de opluchting zo groot was. Ja. En dan voel je ook pas de angst. Eigenlijk ja. ook achteraf hoe groot de angst nou was. Ja. Ja. Ja, en dus ook, Marijke en ik hadden elkaar net even aan de lijn. Ook even de vraag, wil je het eigenlijk inderdaad nog wel weten? Omdat die wolk, ik was hem aan het negeren, maar die bleek enorm toen de uitslag goed was. Dacht ik, oh, wat was ik boos. Het zag er reinig thuis. Ja. En wat was het toch aanwezig, ja. Terwijl ik dat echt dacht dat ik dat een beetje weg kon zetten. Ja. Het is mensenwerk, hè. Dat is natuurlijk... Dus in die zin nemen wij het AMC ook niks kwalijk. Ik bedoel, de fouten worden gemaakt. Het is goed dat ze er onderzoek naar doen en het voor zichzelf onderzoeken waar het fout is gegaan. Ja, dit kan gebeuren. Het is wel rot. Nou ja, dat is natuurlijk ook iets. Hè. Kijk, het lastige is, ik kan die wolk nu niet wegnemen. Hij blijft er weer hangen. Ja. Maar jullie mogen natuurlijk op elk moment zeggen van ja, we willen niet verder. We willen verder geen uitslagen. Kijk, wij moeten om te weten wat er mis is gegaan, zullen wij wel verder moeten met onderzoek om het te gaan begrijpen. Maar het staat jullie natuurlijk ook helemaal vrij om te zeggen van nou, voor ons sluiten we het hierbij af. Mijn eerste reactie is dat ik het wel wil weten, want de onzekerheid. Ja, ik zei gisteren nog door de lockdown zit ik tot over mijn oren in het werk en had ik gisteren een dag en ik grapte nog tegen mijn collega, nou met FTD had ik het allemaal niet kunnen doen. Nee, ja. Maar ja, die grappen zijn dus nu ook weer. Ja, veel belangrijker. Ja. 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 Oké. Wat is slim? Dat we gewoon volgende week even misschien... Hey, dat mag jij niet. Oh, even dit in de kast, jongens. Ik was ervan overtuigd begin vorig jaar dat ik het wilde weten. Hè, of ik zelf drager ben. Door dat hele gedoe met denken dat je mogelijk drager bent. Dan toch opeens het weten van nee, toch niet. Hè, ik loop geen kans om drager te zijn. En dan opeens toch weer die 50% boven je hoofd hebben hangen. Dat heeft wel wat gedaan met mijn keuze daarin. Want ik heb eigenlijk nu samen met Niels... En door er met vriendinnen over te praten, besloot dat ik het voorlopig dus niet wil weten of ik drager ben. Ja, we hebben ook in december iets meer informatie gekregen over deze vorm van frontotemporale dementie. Ja, deze mutatie geeft FTD tussen je 45ste en je 60ste. Waarbij de grootste bub pas na zijn 50ste ziek wordt. Maar ik dacht opeens, oh, maar ik heb nog 5 jaar in goede gezondheid. Ga ik die besmetten met een zeker weten dat ik daarna ziek ga worden? Dat voel ik ook. Als ik eenmaal de uitslag heb, kan ik niet meer terug. Nu kan ik nog steeds mijn hoop levend houden. Maar als ik merk dat ik eigenlijk alleen nog maar bang ben. En alleen nog maar bezig ben met, oh, straks houdt het op. Dan is het misschien wel goed om het te laten testen. Het is best lekker weer, hè? Als Janneke een slechte uitslag krijgt, kan ik me ook voorstellen dat ik me wel laat testen. Hey, stel dat Janneke weet dat ze ziek gaat worden en een plan wil bedenken over hoe ze dan dat wil aanpakken. Dan is het handig om te weten of ze mij daarin mee kan nemen, met of zonder FTD. En gaan we samen een opnameplekje regelen. Ja, grappig dat jij het dus besmet noemt als je wel de uitslag. Ik zie dat juist als winst. Ik wil het echt zo snel mogelijk weten. Want het voelt nu heel erg besmet. Mijn jaren of mijn tijd. Ik wil uitgaan van zekerheid en daarin een plan trekken. Die olifant heeft nu al dermate invloed. Ja, ja. Dat het eigenlijk alleen maar beter kan worden. Zelfs als je belast bent. Omdat je het dan gewoon op een andere manier ingaat. Opnieuw de gangen door. Op naar een definitieve uitslag. Gaan we hier naar binnen? We zijn hier voor de uitslag van het DNA-onderzoek. Er bleek nog DNA van jullie moeder bewaard te zijn in Utrecht. En dat hebben we nu onderzocht of er een erfelijke aanleg kon worden gevonden voor FTD. En dat is inderdaad gevonden. Naar verwachting dus, ja. Naar verwachting, ja.
Het is ook wel goed om nou duidelijkheid te hebben. Ja. Ja. 100% zekerheid. Ja. Ja, bij jullie moeder is het een verklaring geweest voor haar ziekte. We weten nu waardoor ze het heeft gehad. Ja. Maar het betekent dat het erfelijk is en dat jullie allebei 50% kans hebben om die aanleg te hebben geërfd. Ja. 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 En dat als je zou willen, dan kan je dus nu ook zelf getest worden op die aanleg. Ja. Ja. Ja, en dat hebben we natuurlijk al met de maatschappelijk werkster los van elkaar besproken. Ik weet niet of jij haar daarna nog hebt gesproken of... Heel kort. Ja, nee, ja. Okay, ja, ja. Nou ja, het is eigenlijk nu zo hè, dat jij het even in de wacht zet. Ja. En ik wil het wel laten onderzoeken. En eigenlijk ook wel vlot. En jij niet? Nee. Nee, het valt me toch tegen. Ja. Stom, hè? Ja. Tegen, ja. Gek hoe je toch denkt, nou, het is al zo'n gek proces geweest. Mm-hmm. Wie weet wat er nog uit hoge hoed komt, hè? Dat allemaal, ja. Maar goed, weet je, dit is ook duidelijk. Het is natuurlijk ook wel... nou vind ik opeens duidelijkheid weer prettig. Nou ja, goed, ik weet het ook niet. En wat gaat het je brengen op het moment dat je het zelf zou horen dat je de aanleg ook hebt? Ja, ik hou gewoon wel van zekerheden. En wat ik zeg, die wolk is er al. Ja. En dat merk ik, ik ben boos en chagrijnig thuis. En dat is de angst. En dan heb ik liever dat ik dan weet of dat klopt. En ik ben altijd boos en chagrijnig. Heb ik geen excuus meer straks. Ja. Kijk, nu is die donkere wolk er. En die kan je alleen echt laten verdwijnen op het moment dat je de aanleg niet hebt. Hè? Ja. Dus dat is een soort gok. Ja. En als je de aanleg wel hebt, dan weet je dat die terecht is. En het kan zijn dat die dan verandert van vorm. Hè? Dat het, dus dat is eigenlijk de afweging die je moet maken. Maar je kunt jezelf ook ziek praten als je, weet, als je weet dat je belast dragen bent. Ja, klopt. Ja. Ja. Nou, we hebben weer huiswerk. Ja, precies. Ja. Goedemorgen, het is dinsdag 25 mei. Ik sta bij het ziekenhuis Velp. Ik ga mijn bloed inleveren. Ik heb besloten dat ik het wil weten of ik drager ben. En na veel wandelen, veel praten met Ebbing, met vriendinnen, voelt dit voor mij de beste keus. En dit is het startpunt van 2 maanden wachten, kleine 2 maanden. En dan weet ik of ik drager ben. Hoi pap! Papa. Ik heb een petje vergeten. Ach. Ik zie niks. Zal ik Emma roepen voor je cadeautje? Ja. Ja. Nu ik dat bloed heb ingeleverd, dat is wel, dat hebben wij samen gekozen. En het is, ik heb ervoor gekozen om dat niet met Marijke en papa te delen. Omdat ik ben wel iemand die snel te beïnvloeden is. Of dan denk ik, oh ja, dat wat Marijke zo mooi kan zeggen. Ik leef in het nu en... Ja, dat denk ik. Oh ja, ja. Maar ik wil gewoon op zeker spelen. Op zeker tussen haakjes natuurlijk. Maar hoe fijn is het, denk ik, als ik zie in wat mijn mama allemaal, waar we allemaal tegenaan liepen. In haar gedrag, in haar contact. Het zoeken, de pijn dat je moeder je moeder niet is. Dat ze niet als oma zich kan manifesteren. Dat ze uit contact is. Blijft natuurlijk verdrietig. Maar dan kan Ebbing wel tegen de kinderen zeggen, hè, dit is mama's ziekte. Dan in mijn geval ben ik dat. Ja, je kunt het plaatsen. En ik kan jou daarin helpen vooraf wat ik dan wil. En dat geeft mij denk ik heel veel lucht. Dat we gewoon kunnen gaan regelen. Even nu eens pratende van het ergste. Ja. Nou, hey, daar is papa. Papa. De volgende... Janneke en ik zijn lang gelijk opgegaan, hè, samen naar die klinisch geneticus. En op een gegeven moment werd daar gezegd, nou moet je uit elkaar en naar je eigen partner om het voor jezelf en je eigen leven te gaan besluiten. Ja. We hebben op een gegeven moment een maatschappelijk werker gesproken. En tijdens dat gesprek ontstond ook het idee van, we kunnen ook wel 5 jaar wachten. En in de hier en nu leven en dat hebben we dat onbezorgde weer terug. Ja. Volgens mij was dat de hele rationele keuze die we toen maakten. Ja. Zo van, nou ja, als we tekenen zien of gaan twijfelen, dan kunnen we het altijd afdoen. Waarom nu al? Nou ja, nu Janneke
toch het traject is ingegaan. Ja, het verandert daardoor wel echt voor mij in ieder geval. En ja, voor jou. Maar het verandert ook, denk ik, omdat wij merken dat we er toch mee bezig zijn. Hallo. Oh, je bent een beetje zweterig. Het is 30 graden, oh, kennelijk. Dus, nou. Hey, je had die in de koelkast gezet, hè? Niet in de vriezer. Wist je dat? Dus ik ben benieuwd hoe het... Echt waar? Wow. Met dat ijs, joh. Dat ik gewoon dat ijs in die koelkast zet. Jemig. Ja, maar ja, kan gebeuren. Ja. Ik dacht niet gelijk, oh jee, STD. Nee. Nee. Dat doe ik al eens 20 jaar niet, dit soort dingen. Ja, ik ben gewoon handig ook. Ja, ik ben ook gewoon chaotisch. Ja. Dus ja, maar ik behaal daar wel van. Ja, ja, dat is... En dat komt wel, voorbij komt dan natuurlijk wel, oh ja, FTD. Ja, als je niet oppast, dan maak je jezelf daar best wel een beetje gek mee. En ik heb daarnaast ook gewoon... Je bent ook gewoon een rijke die zo is. Ja, zo kun je er ook. Maar als soms als het je aanvliegt, dan ga je dat ineens anders wegen. En dan sluipt die angst erin. Ja, bij Vlaven kan dat wel gebeuren. Alle, ja. De vijf heerlijke smaken, allemaal door elkaar nou. Wat vind je? Ja, gewoon de diepvries nu, met die zak eromheen. En neem ik hem straks mee. Ja, het is natuurlijk interessant, hè? Wie zijn wij? Wat ben je? Ja. Nu een wat chaotische, impulsieve, lieve vrouw, denk ik. Zeker, maar dat was je 10 jaar geleden misschien ook al. Precies, nee, dat klopt. Dat klopt, dat was ik allemaal, als mama ook allemaal. Waarom zou ik dan dat vierde niet hebben? Nou ja, zo. Nou, precies. Ja. En je vader is niet één van de dingen. Toevallig. Nee, papa is niet zo chaotisch. Nee, ook niet zo impulsief, denk ik. Nee. Nee, dat is eigenlijk jammer. Wel lief. Welly, ja, misschien nog ook. Ja. Het is echt super lekker. Ja, sorry. Bedankt, jongens. Dus de hele lastige van het hele ziektebeeld. Er zit een soort subjectiviteit in de symptomen. Dat je, ja, ben je nou echt minder empathisch? Of heb je gewoon een rotdag? Ik kan heel moeilijk te. Het is ook, want dan zeg ik een woord verkeerd. Daar schrik jij van. Dan zeg je, hoor je wat je zegt? Ik zeg, ja, ik vergis me gewoon. Slecht geslapen, ik ben moe. Ik vergis me gewoon. Dus ik ben dan eigenlijk aan het ontkennen dat er iets ergens aan de hand is. Ontkenning hoort ook bij het ziektebeeld. Ja, nou. Dus ik hoor mezelf dat doen. Ik denk, oh, ben ik dan nu inderdaad aan het wegmaken wat er gaande is? Ja, het is een rotspannetje wat je speelt. Ja. Kan allebei, dus dan. Ja. Dus dat vind ik zo, dat nou ja, angstig is iets te groot, maar dat boezemt mij wel... Een soort van vrees in. Hoe gaat dat er dan in vredesnaam uitzien? Nou ja, het is dus nog aan het genezen, hè? Het is nog verdikt en er zit een korstje op. En het is dus een heel proces. En het is nog heel kwetsbaar voor bacteriën. Ja, ik heb net mijn handen gewassen. Ik weet nog heel goed van toen november met het goede nieuws. Dat je dus 1-2 weken vleugels hebt en je leeft. En en je bucketlist, die overigens trouwens al heel netjes is. Ik denk, het is wel mooi, vind ik, om dat moment... En deze wachttijd. En ook dat als het goed nieuws is, dat je dat realiseert. En dat je even de herinnering hebt van het had ook heel anders kunnen zijn. En daarom heb ik deze kolibrie laten tatoeëren. De kolibrie staat als symbool voor het hier en nu en de oneindigheid van het leven. Nou, dus dat vond ik wel een treffer. Mijn tweede gaatje vond ik al spannend om dat aan mijn vader te vertellen. Die zei meteen toen hij het zag, en waar komt de volgende piercing? Zo. Maar ik wil toch altijd een soort van goedkeuring. Ik blijf zijn dochter. Dus ik zei na een avondje uit eten tegen Marijke en mijn vader van... en om deze uitslagtijd en zo wil ik dat ook nog vastzetten in een tatoeage. En mijn vader zei meteen, maar dan doen we alle drie die tatoeage. Waar Jan, zeg het maar. Nou, dat vond ik wel echt heel lief. Het doet ook pijn, jongens. Dus ik weet niet wat jullie in gedachten hebben. Ja, maar het is hele dunne huid aan die kant. Hè? Ja, want waar wil jij hem? Nee. Ja, het volgens mij is het heel simpel. Een wolf. FTD. Een wolf, een loop. Als ik belast ben, dan is het volgende stuk dat de kinderen ook belast kunnen zijn. Met hetzelfde 50%. En ik merk ook daarin dat daar ook de meeste pijn nu zit. En... Wij redden ons wel. Ik red me wel. Ik ben heel blij met tot waar ik nu ben gekomen, zeg maar. Maar ik heb ook zonder de wetenschap dat ik belast kan zijn, kinderen kunnen krijgen. En met Ewing de verbintenis aan kunnen gaan. En
dat geldt natuurlijk straks voor de kinderen. Als zij ook weer in dat vraagstuk zitten, dan... Ik weet niet wanneer je zoiets gaat bespreken. Als ze 18 zijn. Ja, als ze volwassen zijn. Als ze volwassen zijn, maar daar hebben ze recht op. Dan ben ik misschien ook al ziek. Dus zij gaan dit dan te weten komen voordat zij onbevangen relaties ingaan. Kinderen kunnen krijgen, willen krijgen. Ik vind dat een heel moeilijk stuk wel. Ja, eens. Wat vind jij van de tatoeage van je moeder? En Marijke is daar heel duidelijk in. Dan zijn we ook 30 jaar verder op het moment dat zij ziek kunnen worden. En dan hoop ik daar dus ook in mee te gaan in ontwikkeling en in onderzoek. En dat is voor mij ook een grote reden om me te laten testen. Dat ik mee kan helpen aan een medicijn voor vertraging, voor misschien zelfs genezing. Voor mijn kinderen, want ik weet dat voor mij niet meer zal lukken. Of mijn dochters erfelijk belast zijn, houdt de gezinnen en mij al bijna 2 jaar bezig. Het hangt als een zwaard van Damocles boven ieders hoofd. En dat zeg jij ook, heb je meer dan eens gezegd. Ja, wie is nou meer slachtoffer van deze ziekte? Ben je het zelf? Of is dat de partner, zijn dat de naasten? De naasten gaan er natuurlijk heel veel last van krijgen. Nee, en ik denk zeker als ik drager ben en als ik ziek word, dan moet de hulpverlening er voor jou zijn, hè? Ja, maar ja, en voor jou ook. En voor mij ook, ja. Dus, maar daar moeten we afspraken over maken. Ik grap wel eens, hè, je moet me niet te lang thuis houden. Doe me gewoon naar een verpleeghuis. Ja, precies. En als je dat soort dingen zegt, zulke concrete dingen, hè, dan denk je, oh nee, dat zal toch niet waar zijn. Ja. We zijn zojuist aangekomen bij het AMC om de uitslag te horen over 3 kwartier. Daar staan wij nog steeds heel erg achter. We willen het graag weten om toekomstplannen te gaan maken. En hoe we erbij zitten. Spanning. Ik word misselijk. En ik raak het ook maar niet te veel aan, want dan gaan volgens mij mijn sluizen open. Dus doorademen en we gaan het zien. Toi toi. Ja, toi. Toi, toi, toi. Toch gewoon. Zij denkt dus ook niet na over een leerlingsverzekering. Grappig, hè? Ik denk dat ze eerst de researchbespreking. Elke avond gezet. Ja. Dan zou je toch juist een plastic. Daar is ze. Hi. Hallo. Yes. Spannend moment. We hebben elkaar vorige keer gezien. Eerder hebben jullie mevrouw Jager al gesproken. We zijn hier nu voor de uitslag van het DNA-onderzoek bij jouzelf. We hebben onderzoek gedaan om te kijken of je dezelfde aanleg hebt voor FTD en ALS als je moeder had. Die heb je niet. Ik zag het al aan je gezicht. Want dat is het hoopte ik. Ja. Jongens. Nou, toch. Ja, dat weten we zeker. Ja, dat weten we zeker. Is dat 3 keer gecheckt? Ja, oké. Okay. Nou. Dan voel je weer dat je leeft. Hè? Dat is spanning, hè? Ja, maar wel tot het laatste moment zeker weten dat ik dit wilde weten. Nu achteraf natuurlijk helemaal. Maar echt, het doet veel met je thuis. Als je de 40 aanvoelt komen. Ja. Het was die grijze olifant, hè? Die is te groot, ja. Ja. En die is natuurlijk nog een beetje voor mijn zus nu. Maar die is even in huis weg in ieder geval. Ja. Ja. Nou. Dus. Dan wordt het een kort gesprek eigenlijk. Ja. Ja, prachtig natuurlijk voor jezelf en voor de kinderen. Ja, want die zijn dus nu ook vrij. Die kunnen het ook vrij. Ja. Ja, alleen jouw belastingen. Ja, maar ja. Okay. Ja. Kun je alles hebben. There we go. En dan moeten ze dus wel een beetje tegelijk opnemen. Want je moet eerst wachten tot ze allebei hebben opgenomen. Houden.
Ja, even wachten, papi. Ja. Hey. Hey. We hebben goed nieuws. Echt waar? Ja. Oh, wat fantastisch. Ja. Het is helemaal oké. Okay. Papi. Ja. Ik werd helemaal gek van de wachten. Ja, Marijke, dus wat er ook gebeurt, ik ben er dus. Ik ook. Ja, dat scheelt dan wel, hè. En opa niet meer tegen die tijd. En ik niet meer, maar Janneke is er. Ja. Oké, okay. Doei doei. Doei. Dus deze uitslag verandert niks, maar toch voel je natuurlijk de kans allebei oké. Okay. Ja, de kans allebei oké is net zo groot als de kans allebei niet oké. Ja. Wat was ik opgelucht. Een fantastisch bericht voor Janneke en haar man Ebbing. Maar voor mijn andere dochter Marijke en haar man Niels is er nog steeds een grote onzekerheid. En Janneke zei eigenlijk meteen, ik heb goed nieuws. Maar dat was heel goed nieuws. Ik denk natuurlijk ook, oké, 50% kans om ziek te worden. We zijn met z'n tweeën. Janneke heeft het niet. Nou, statistisch gezien ben ik dan aan de beurt, maar zo werkt statistiek niet. Hè? En toch voelt het wel even zo. En ik voelde ook wel, nu ben ik nog de enige gek of zo. Ja. Ben ik nou wel weer kwijt? Maar toen dacht ik wel, of de enige gek. Nou kan alle aandacht naar mij. Ja, Janneke ja. is off the hook. Dan gaan we op Marijke letten. Ja. Of nou ga ik op mezelf letten. Of nu. En het was nog een beetje gedeeld. Ja, dat is het denk ik nog meer. Het was gedeeld. De onzekerheid dreiging. Was gedeeld. Ja. Ja. De dreiging en de onzekerheid was gedeeld. En opeens is die niet meer gedeeld. Dus ik voelde me alleen. Alleen. Spannend vandaag, hè? Ja. Heb je mama meegenomen? Ja. Ja. Achter in de auto van Mama's as. Ja. Ja, dat zeg ik een beetje raar. Ja. Deel 2. Mama's as. Ja, deel 2. Voor nu is dit het besluit. We willen het niet weten. We leven gewoon ons leven. We laten het los. En het komt natuurlijk ook langs. Want als ik weer in chaotische toestanden geraak. Dan speelt het natuurlijk wel. En voor mij speelt het eigenlijk bijna elke dag. Is het wel. Het is een onderdeel van mijn leven. Ja. Nou ja, en voor mij ook. En het is een heel bewust besluit om een soort van af te spreken met jezelf en met elkaar. Van nou ja, mogelijke symptomen of mogelijk gedrag. Wat kan duiden op FTD, maar wat ook gewoon kan duiden op Marijke. Nee, maar dat je dat dus heel bewust niet, ja, dat je daar niet bang voor bent. Of er is even niet opgeruimd. Of oh, je bent even je pasje kwijt. Of oh, hebben we allemaal. Ja, dan heel bewust. En het rijtje gaat door. Ja. Tussen sapels. Zit jij... Precies, ja. Nee, valt wel mee. Ja, ik heb echt het gevoel dat ik nu geen symptomen heb. Dat voel ik echt. En ik ben zoals ik ben. Maar ik ben ook nu twee functies tegelijkertijd aan doen. Dat gaat gewoon voldoende goed. Ja, dat kan niet als je FTD hebt. Heb je ook iets van sambal? Dat voel ik ook. Ik kan nu mijn besluit uitstellen. Of zelfs misschien het helemaal niet laten onderzoeken. Omdat Janneke gezond blijft. Als we wisten dat Janneke ziek zou worden, dan zou ik... Denk ik zeker weten me laten testen. Ja, in het vierkant wat we zijn, de twee gezinnen. Ja, heb je nu een soort van hele solide basis. Op dat vlak, in ieder geval. Ja, mocht het scenario voor ons minder goed uitpakken. Dat we weten dat Janneke wel gewoon een bijdrage aan kan leveren. Hoe dat er dan verder uitziet. Mm-hmm. Pap, heerlijk. Nou, en ook voor papa. Ja, papa is 70. Nou, we moeten ook voor hem natuurlijk zorgen. Hij wordt ook ouder. Ja, dat kan Janneke niet. Kan Janneke niet voor mooi doen. Ja. Dat hoef ik niet te doen. Ja, nee, dat is flauwkul. Maar ja, nee, je gaat dan denken, oké, dus de kinderen, nou, die hebben in ieder geval dus een tante die ook op mij lijkt. Die kan vertellen over mij. He, zo, mocht het. Dus dat geeft wat zekerheden van, nou, indien ik ziek word, dan weten jullie ook meteen allemaal wat het is. Ja. En ik vertrouw er heel erg op dat er dan voor mij gezorgd wordt.
He, dus waar mama, we hebben niet goed voor mama kunnen zorgen, omdat we echt geen idee hadden wat er aan de hand was. Zij dat ook afhield. Ik zal dat mogelijk ook af gaan houden, mocht ik ziek worden. Maar dan weten jullie ook waarom dat in zit. We hebben tulpen voor in het voor erbij. Water, huh? Moeten we nog champagne proosten op mama of een rode fles wijn? Ja. Ah ja, of even een met whisky. Elkaar, Lievelingsdrank van je moeder wil je dat zeggen? Ja, rode wijn. Ja, dat is jouw lievelingsdrank. Nee, die van mama. Oh. Kijk, daar gaan we. Ja. Oh, gaan jullie dat willen jullie? Ja, een gin tonic zou ik echt heel lekker vinden. De onderzoeken en spanning rondom FTD hebben de rouw om hun moeder overschaduwd. Nu, 2 jaar na haar dood, is het tijd haar as uit te strooien. Dit proces heeft ons dat wat gebracht. Ik ben heel blij dat we voor mijn moeder een diagnose hebben. Als zij niet meer kon zeggen, ik hou ook van jou, dan dat was naar. En dat is het nog steeds natuurlijk naar als je moeder dat niet kan zeggen. Maar dat komt dus omdat ze dat stuk in haar hoofd niet meer heeft. Dus dat is een troostende gedachte. Dus dat is fijn, maar het had mijn mama mogen stoppen. En misschien stopt het ook wel bij haar. Zal ik hem, gooi ik hem leeg? Ja, gooi maar leeg. Op mama en op ons allen. Ja, op het en op de breinzussen. En op de breinzussen. Balletje, dat wordt gedragen door de golven. Het leven neemt ons mee, stroomt. En wij golven mee. En omdat we alle drie dezelfde hebben, hebben we dus ook een verbinding zo met elkaar. Het helpt wel om dat even te zeggen. Dan weet ik weer waar ik het voor doe. Jeetje, pap. Op je zee. Take one last look behind. Gaaf, jongens. Ja, echt mooi. Dankjewel. Don't miss this wasteland, this terrible place when you leave.